Een 3-jarige draver stelde zich vanmiddag tegen een uur of 6 op Duindicht op achter de startauto voor de klassieker van de klassiekers, de Derby V, gedoteerd met 120.000 euro. Met een levensgrote favoriet, dat was nummer 1, Virtue Boco. Toch, ondanks dat gunstige eerste startnummer, niet Virtue Boco in beeld, maar Victor Emmanuel die de kop neemt. Daarachter ligt dan Versace. En dan, wat Virtue Boco betreft, die is ongeveer een vijfde, zesde positie. Niet echt een vlotte starter, daar komt hij, dat is nummer 1, Hugo Langeweg junior. Het paard dat vandaag geklopt moest worden, dat door iedereen getipt werd als de vrijwel zekere winnaar van de Derby V. Voor hem uit gaat Vic van Kapstra met Tom Kooijman en die neemt op dit ogenblik de leiding van Victor Emmanuel over. Maar Hugo Langeweg laat er geen gras over groeien. Hij stuurt Virtue Boco heel makkelijk naar de overwinning met zijn ruime draf. Hij heeft na een halve ronde de leiding stevig in handen. Tweede dus nog steeds Victor van Kamstra. En inmiddels is het allerlei andere kanshebbers veel minder goed gegaan. We waren eigenlijk aan de start al Victor Lavec kwijtgeraakt. Die daarna enorm liep, dat moet gezegd worden. Maar aan de start meteen kansloos was geworden. We hadden ook een grote galopade gezien van Valdano Boco. Die in de achterhoede raakte. En dan de vierde kanshebber. Dat was Furry Fast Renka. Een slow starter. Ja, en die was dan echt helemaal achteraan beland. En dat betekent een gat van toch gauw een meter of 40 met die voorspoedig vertrokken Virtue Boco, die hier nu het veld het stuk voor de tribune inbrengt. Dus bijna een ronde van 1200 meter afgelegd. Victor van Kampstra is de tweede. En dan het tweede spoor wordt aangevoerd door een paard waar ik even attentie voor vraag. Dat is Vincent de Valli met de Duitse pikeur Michael Schmid. Een paard, een rijder die een jaar geleden de Derby dankzij de terugstelling van Hugo Langeweg junior won. En die nu met Vincent Valli ogenschijnlijk aardig in de koers zit. Maar dat paard blijkt een enorme hekel aan de bocht te hebben. Je ziet hem hier al scheef kijken. Hij is meer geïnteresseerd in de televisieauto dan in het nemen van die bocht. Dat levert uiteindelijk, hij is vrijwel onbestuurbaar geworden. Dat levert een galopade op en nogal wat hinder voor de paarden daarachter. Er zijn in het tweede spoor nogal wat paarden die extra terrein verliezen. Je ziet het is bijna een heel schoon geveegd tweede spoor. Voltreffer, dat was de eerste die achter Vincent Valli zat. En die raakt nu toch een meter of 30 achter. En dan nog steeds met nog ongeveer 700 meter voor de boeg. Hugo Langeweg junior, de 22-jarige piqueur die een week geleden de Duitse Derby won met Russell November. Zal hij in staat zijn om hier nu de zeldzame dubbel, nog nooit gebeurde dubbel, tot stand te brengen. Hij gaat met de voortreffelijke Virtue Boco richting laatste bocht. En dan zien we helemaal links een enorme sprint, een enorme rush van Very Fast Revenka. Die komt helemaal van achteruit naar de derde positie. Vic van Kamstra nog altijd tweede, halverwege de laatste bocht. En dan heeft Hugo Langeweg dus nog 500 meter voor de boeg. Helemaal links verliest Furry Fast Renka weer terrein. Dat was verwacht, want het paard is geen groot bochtenloper. Hij is nog niet op kracht. Het is een heel groot paard, een uitstekende draver. Maar hij is op dit ogenblik nog lang niet zo ver als Virtue Boco. En u ziet wat hier gebeurt. Ogenschijnlijk, zonder enige moeite, neemt hij afstand van het veld. Virtue Boco is echt veel te sterk voor deze jaargang. Hij is onbetwist de absolute topper. Hij loopt met een voorsprong van een meter of 25. En gaat Hugo Langeweg junior zijn eerste derby zegen bezorgen. Helemaal links komt Furry Fast Renka dan toch nog enorm terug. Hij wordt tweede, derde Vic van Kamstra. Maar de grote held van vandaag, Virtue Boco, Hugo Langeweg junior.